Goedemiddag allemaal, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Jim de Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn channel. Als je het rijden en zeilen wilt behouden van Cycle TV. En je hoort het aan mijn stem, ik ben niet 100%. Oh. Heb ik te lang in de warmte gezeten? Ik weet het niet. En momenteel zit er ook niemand op het terrasje. Oké, dan. Wat ga ik eten? Ik ga straks ook nog naar familiefeest in Heusden-Zolder. Moet ook gebeuren. Hopelijk ben ik dan wat beter. Ik heb misschien nog wat even leggen tot 4 uur. Ik weet het niet, maar ik moet nog eerst mijn vlog nog in elkaar steken. En dan ook nog uploaden. Mijn scheren, mijn wassen. Noem maar op. En wat zie ik hier? Ik heb bezoek. Ik heb bezoek van een vlieg. Voilà, die vlieg is weg. Maar dus, ik weet het niet. Ik ga het weer op pokken warm zijn buiten, denk ik. Allee, tot ziens. Dit wil ik ook nog meedelen. De oorlog tussen mij en Chris is terug vrede. Toppie! Echt waar, blauw duimpje omhoog. De vriendschap is terug, ik ben blij. Het is 2 uur. Ik ga nu even nog naar de kleine kamer toe. En dan nog even mijn oogjes toe doen tot 4:15. Dan kan ik naar... Nog gewoon mijn douchen. En dan op naar mijn familiefeest in Heusden-Zolder moet ik dan naartoe gaan. Ik ga dan maar een half uurtje zijn en dan ga ik terug naar hier komen. Want ik voel me echt niet goed, want ik zit continu ook op de wc. Ik heb ook nog de website een hele grote update gedaan. Ik heb een nieuwe playlist gemaakt met Portal Music. Dus dat heb ik ook moeten toevoegen aan onder de gameplay van Portal 1 pagina op mijn website. De website is echt heel zwaar veranderd. Ik ben de nodige updates nog altijd aan het doorvoeren. Maar het heeft heel veel tijd. Het zijn heel veel pagina's dat ik moet aanmaken opnieuw. En ook allemaal hertypen en al. Dus het kost allemaal wel tijd. De nieuwspostjes, wat er vroeger op staan, heb ik klik delete gedaan. En die zijn niet meer terug te vinden. Dus ik ben vanaf nul begonnen. En kan zijn ook dat de downloadpagina ook nog gaat terugkomen. Maar ik ga nog eens bezien wat voor downloads dat ik er kan gaan opzetten dan. Maar ja, ik zie jullie later weer. 4:30 aangebroken en je ziet, ik ben net aan. Maar ik ben nog wat ziek. Ik heb toch zakdoeken meenemen. Want ik snotter veel door die warme weer. Een zakdoek, voilà. Dat heb ik dan ook weer al mee. En dan go, go, go. Dan ga ik naar tante Arlette toe, daar is familiefeest. Dus ik zie jullie allemaal samen terug. Yo! Zo, we gaan ook nog eens een serie Pokémon Go opnemen. Dus ik ben nu naar een gym aan het wandelen, deze gele. Die ga ik eens even rood maken. En dat was een level 1 battle. Maar dat is niet meer op tijd. Jammer. Ik vind het allemaal schoon, hè. Ik ben bijna bij de gym. Waar is dat eigenlijk, hè?
ben ik nu bij de gym. We gaan eerst eens draaien. Hier heb ik een staan. Max potion. Oeh. Voilà. Max potions allemaal gegeven en dan battelen maar. Om die proberen rood te maken. Denk het wel. Moet het er echt meer doen? Ik ben hier niet te gaan. En die heeft nog redelijk wat CP. Voilà, nog een keer battelen. We kunnen de revive geven en een explosion. Voilà. En dan gaan we opnieuw battelen. Dat ze allemaal down zijn en dat ik de gem rood kan maken. Zijn goed. Gym. En nu met een Pokémon daarin zetten. Voilà. Dan nog een keer draaien. Gaat nog niet. Gaat ze biedt dan nog maar. Yeah.
dan eens even op zoek gaan nog naar een andere. Ja. We gaan naar die een en andere blauwe die binnen 6 minuten is afgelopen. En die ga ik dan ook nog down halen en rood maken. Ik zie jullie s'avonds weer. Yo. Als ik het afkrijg. Zo, ik ben nog snel tot deze blauwe Jenny gereden. Maar ik ga eerst die Evie pakken. En voilà. En berries. Eerst worp. Mooi. Eén keer. Twee keren. Drie keren. Katja. Is hem goed? Zo, we gaan eens battelen. Voilà. Normaal gezien moet ik deze Pokémon wel aankunnen. Dus nu maar gewoon even geduld hebben. Even kijken bij mijn items. Ik kon nog 2 items draaien hier. Jammer. Oeh. Er zijn redelijk veel damages gelopen. Dan gaan we die eens even healen. En ik hoop dat ik deze battle ook kan winnen. We gaan dus vechten met Vaporeon met een CP van 2692. Met een Flareon van CP 1692. Moltres. CP 1437. Heatran met 1097 CP. Ursing met CP 2209. En dan een Heryama of zoiets met een CP van 1973. Ik ben level 33. Ik heb al 981 battles gewonnen. Ik heb al 654,81 kilometer gewandeld. En ik heb al 5700 Pokémons gevangen in mijn carrière. Dat is veel. En nu maar weer al 30 seconden geduld hebben. Ik ga sowieso nooit op de nul, nooit van 10 veranderen. Dus ik blijf rood, rood van rood is ook mijn levenskleur. En daar blijf ik dan ook van af. Kijken als ik deze battle kan winnen. 5, 4, 3, 2, 1. Here we go. Oké, van 9008. Here we go. And heat ramp. Not very active. Ik ga nu richting terug naar mijn appartementje toe. Ik heb gedaan met mijn familiefeest. Zo niet dat ik... alleen filmde daar. Ja, sommige mensen hebben het nog altijd niet zo graag dat zij op de camera komen. Ik accepteer dat volle 100%.
Maar als ze gaan zien wat ik ga bereiken, ja, dan gaan ze misschien wel teruggrabbelen. Ja, wel, ik wil nog al op beeld komen, doet niks, film mee maar en al, maakt niet uit. Ik ga nu vertrekken, ik heb hier net Pokémon Battles gedaan, hier een heuse zolder. Hier zijn twee Pokémon's, ga ik hier achterlaten in heuse zolder, dus ik ga hier afscheid nemen van twee Pokémon's. Maar die komen sowieso terug hoor. Ik ga even vertrekken, zeg salukes en tot ziens. Ik kan het niet laten, ik ga nog wat battelen hier in Alken. Zo, de voorlaatste battle vandaag, want de andere gym is ook geel. Die ga ik dus ook rood maken. Nog 21 seconden. En mijn liefje was aan het storen. Zag jullie het? Ik ga nog even langs bij mijn liefje. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawel, hier gaan we weer. Even terug mijn naam bekijken. Voilà. Hij is al down. Binnen een minuut, man. Wat krijg je ervoor? 1 Cold Raspberry. 1 Super Potion. 2 Revives. En 100 Stardust. Hoeveel Pokéballs? 9. 12. Oké. Een misser. Hoe kan hij dat? Ah, derde keer. Goeie keer. Hij blijft erin zitten. 1. 2. Ik heb nog 8 gevallen. Kom maar, dat moet lukken, hè. Eén. Twee. Oh. Sorry. Eight. Eén. Twee. Drie. Gotcha. Bam, bam, bam. Ik heb hem weer. Hoe sterk is hem? We gaan het rek weten. Sorry mensen, maar jullie Pokémon gaan eruit. Psycho TV is back. We moeten mij maar terug toevoegen in de groep. Punt uit. Het is maar een game, zeg ik altijd. Dik afzetten.
ga ik nog een keer battelen. En ik blijf maar voor. Come on, de Nidoqueen. Nidoqueen, 15 battles van. Come on. Deze battle moet. Nog niet. Come on, je moet deze gem ook nog hebben. Maar hij is ook nog niet down. Zalig. Is er ook aan, dat is goed. Pokémon, dan is het die end. En kan ik wel een Pokémon hierin zetten? Voilà, gym is van mij. Oké. Dan ga ik dan nu nog het laatste doen. Natuurlijk, mijn persoon terug opnieuw healen. Doden gevallen in deze gevecht. Dat is de balans. Voilà. Ik ben blij dat ik de battles heb gedaan voor vandaag. Zien hoeveel gems dat ik nu momenteel zit. Voor wat coins te hebben. 1, 2, 3. In 3 gems, dus in de gemeentehuis ben ik dus eruit gegooid. Nu wachten op goud op de laag simsen. Toppie, tot straks. Zo, het liefje nog even gaan verrassen. Na mijn familiefeest. Oeh, ik hoop dat jullie ook de Pokémon Battles leuk hebben gevonden. Ik heb het in mijn vlog versneld. Ik ga daar nog een aparte episode van maken. En hopelijk is ze thuis. Hallo? Het is met je loverboy. Zie je dan open nu. Voilà. Hoi, schat.
Hoi. Hallo, kleine. Hey, kleine. Voilà, hier is ze dan, Eline, mijn schat natuurlijk. Van iemand anders. Huh? Ziet. Ik heb genoten van de familiefeest. Ja. Ja. Zo, we zijn naar de Quick en naar de McDonald's geweest. McDonald's voor mijn chicken nuggets en voor haar hamburger, dat nu al op is. Even het gesmaakt. Hier is mijn milkshake van de Quick natuurlijk. Hoewel dat ze in de McDonald's geen milkshake aanbieden meer verkopen. Het was uitverkocht. Zo snel gaat dat. En wat een rij dat er stond bij McDonald's. Hoho. Ho. Ja, je ziet het. 6 auto's voor of zo. Voor ons en dan in één keer achter ons stonden ze al aan te schuiven tot op de straat. Voor de McDrive. Amai man. Chapeau mensen die daar nu aan het werken zijn in deze warmte. Ze is echt moe. Ze is echt moe. Zie dus hoe stil dat ze is. Even voor de duidelijkheid. Ik ben vandaag bij mijn ouders geweest. En mijn nichtjes waren daar. Een tweeling waar ik letterlijk om 5 uur tijd maar 5 minuten voor mezelf heb gehad. En dat was voor naar de wc te gaan. Amai, liefje. Amai. Maar de milkshake erbij smaakt wel heerlijk. Maar we gaan nu zo even naar haar appartementje terug toe. Daar afscheid nemen van elkaar. Dan gaat het ook wel beginnen richting een bedje tijd zijn. Ik ga nog eerst wel nog naar de buurtpolitie kijken. Familie. En Enzo Knol. En beauty vlogger. Wie zal dat toch zijn? Nee, ik moet bij een half uur online staan. Oh, schat. Mensen, dat gaat iets later zijn. Aangezien dat mijn video ook niet geüpload is. Dan zullen we maar nu stelkens aan vertrekken. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En er is nu een tijd van gaan bij mijn liefje. Wij worden terug gescheiden van elkaar. We houden niet meer van elkaar, hè. Was dat duidelijk genoeg, mensen? Dat we nog wel van elkaar houden? Dat is ook nog duidelijk, hè. Dus mensen, ik ga samen met haar ga ik hier de vlog al beëindigen. Oké. Ja, het is duimpje omhoog als je die video leuk vindt. Vergeet ook niet te abonneren op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En vergeet ook niet te klikken op het belletje. Zodat je altijd upgeload blijft wanneer dat hij iets upload en dank u om een deel te zijn van ons leven. En tot morgen. Prima, schat. Perfect. Helemaal perfect. Tot morgen, iedereen. Tjus.